kindergroep van de Worship Dance School. En de Worship Dance School is een dansschool ja, heel erg lang geleden begonnen, maar nu opereer ik zeg maar vanuit de Pinkstergemeente Almere. Maar het is een interkerkelijke dansschool, want als u goed kijkt ziet u vast ook nog een paar gezichtjes die hier altijd komen. En de andere gezichtjes die komen ergens anders vandaan en dat is echt ontzettend leuk van ja, hoe dat zo gegaan is. En wij komen één keer in de twee weken op de zaterdagochtend bij elkaar en dan, dan bidden we samen, dan hebben we een verhaal samen en dan dansen we samen om God te leren aanbidden in de dans. En de afgelopen periode hebben we het gehad over houding. En dat je ook in de dans, je hebt je houding rechtop. En dat is mooi en fier en je staat sterk. En je bent niet snel uit je evenwicht te krijgen. Want je hebt je buik en je billen ingespannen en hopla, daar sta je. Maar in de dans heb je soms ook wel eens dat je er geen zin in hebt. En dan hangt het een beetje zo en dat is niet zo'n goede houding. En als iemand je dan een setje geeft, dan val je snel om. En als je moet draaien, dan ben je snel je evenwicht kwijt. En ook in geestelijk opzicht is dat hetzelfde. En daar hebben we ook over gesproken. Dat als we onze houding op God richten, gaan we rechtop, omhoog en je staat sterk. En je bent niet snel uit je evenwicht te krijgen. Maar als je je richt op jezelf of op je omstandigheden, dan ben je slap. En je ziet niet wat er gebeurt. En je hoeft maar een setje te krijgen en je ligt al op je snuffert. En daar hebben we het over gehad. Door middel van beweging, door middel van bijbelverhaal, door middel van spreken. En we hebben daar een prachtig lied op gevonden waar het ook allemaal zegt waar het in voorkomt. En waar ook de beweging duidelijk wordt van het naar beneden en het omhoog. En hoe wij als christenen eigenlijk daar horen te zijn. Sterk in balans. Geniet ervan. Amen. Soms niet lekker, of zit je in een diep? Kom je er maar niet uit, nou dan geef ik je deze dik groep. Of een goede man, laat hem weten, laat hem weten. Wat er met je is, hij zal je niet vergeten. Oh, nee, hij houdt van je, ja nou. Blijf niet staan, maar doe me aan. Weet jij het nummer van de hemel wel? Een verwarde nummer voor een grote man. Je hebt het al nooit misschien. Dus het zal 50, straks 15. En weet je wat er staat? Na, 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 na. Roep mij aan bij de bar. En ik zal je redden, bid. Roep mij aan, ja, doe het maar. En ik zal je redden, bid. En ik zal je redden, bid. En ik zal je redden, bid. Dus maak jezelf een gek. Zich laten vinden, dus roep me dan, roep me maar, laat hem weten, laat hem weten. Wat er met je is, hij zal jou niet vergeten. Oh nee, 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 hij houdt van jou, ja nou. Blijf niet staan, maar roep me maar. En weet jij het nummer van de hemel al? Heb de lange nummer voor de grote man. Je hebt het al nooit gezien, dus het zal het vaak tot mijn spijt niet. En weet je wat er staat? Let's go.